Goeiedag. We gaan een ritje doen vanaf Waddinxveen, Doelwijk, naar Spijkenisse. Weer eens een keertje wat anders, dacht ik zo. Dus, welkom aan boord. Het is 9 graden, bewolkt buiten. Bijna 9:50. Op vrijdag 22 februari 2019. Maar dat kun je links onderin ook zien. Het is bijna weekend en dat is al even lekker natuurlijk. Even lekker een pilsje drinken vanavond. Is de bedoeling. Dat had ik eigenlijk gisteravond al gewild, maar ik moest toch ineens behoorlijk vroeg op. Ik heb hiervoor al een flinke rit gedaan. Ja, dan ga je natuurlijk niet zitten zuipen de avond van tevoren als je natuurlijk nog vroeg op moet. Dat heeft niet zoveel zin. Maar morgenochtend is het uitslapen geblazen, dus kan er wel even een pilsje in vanavond. Hoho, ik kan niet wachten. Lekker hoor. Ik had er ook voor kunnen kiezen om aan de andere kant van het terrein eraf te kunnen gaan. Om dan zo richting de A20 te rijden via de nieuwe verbindingsweg. Maar ik vind dit eigenlijk ook wel weer eens leuk rijden en ja. Het ontloopt elkaar allemaal niet zo heel erg veel, zeker niet als het rustig is op de weg en dat is het nu. Want ervaring leert dat vrijdag altijd wat rustiger is. Relaxed rijden. Daarnaast is het ook nog steeds vakantietijd in het noorden op het moment. Dat merken we hier uiteraard ook wel een klein beetje op de weg. Komt ook nog bij kijken dat het in de hele transportsector over het algemeen nog steeds redelijk rustig is. Maanden januari, februari is dat zo. En volgende week heeft deze regio krokusvakantie. Dus dan wordt het helemaal stil op de weg. Lekker hoor, overal lekker doorrijden. We gaan hier zo meteen de A12 over. Die steken we over. We zo op Zevenhuizen aan. Dat prachtige dorp aan de Rotte. De provinciale weg die is een jaar of wat geleden gerealiseerd. Want de N219 ging eerst dwars door Zevenhuizen heen. En daar hebben ze nu eindelijk een omleidingsweg van gemaakt. Dat heeft even geduurd. Er was al, ik weet niet hoe lang sprake van dat wat zou gaan gebeuren. Dat is een jaar of 10 geleden of zo. 12 geleden is dat. Ik weet niet meer precies. Maar is dat geopend? Is deze weg geopend? Zo Zevenhuizen ontlast van al dat verkeer. Toen werd er Nesselanden gebouwd. Ja, en toen dacht dat het verkeer wat naar Nesselanden moet van, nou dan gaan wij wel over deze weg. Dan richting Zevenhuizen over de ophaalbrug en dan zo weer richting Nesselanden over de dijk. Daar moet je de regio wel een beetje voor kennen. Dus dan kwam het verkeer alsnog door het dorp heen.
Dat hebben ze nu opgelost door de dijk deels af te sluiten voor verkeer. Op straffen van een redelijke brand. Daar staat ook gewoon een camera bij. Je krijgt hem ook gewoon netjes thuis. Ik weet niet meer precies wat die kost, maar ik geloof dat het rond de 100 euro is per keer dat je het doet. Dus nou ja, als je erg veel haast hebt, kun je het doen. Maar de meeste mensen rijden nu netjes om. We volgen gewoon deze weg en dan niet bij deze rotonde, maar bij de volgende naar rechts. Dan kom je in Nesselanden. Ja, en de reden waarom ze om wilden rijden is dat dat daar altijd opstroopt. Enorm opstroopt. Dat deze weg, waar we nu op rijden, stroopt op. Nou ja, de sluipverkeer ging dan hier naar rechts. Dat heeft dus nu geen zin meer. Ja, want je stond gewoon vanaf hier al aan te sluiten tot aan de volgende rotonde. Dus ik snap het wel. En er rijdt er, en is hier links van mij, ligt er nog een parallelweg. Die komt ook bij dat kruispunt uit. Bij die rotonde uit, moet ik zeggen. Dat is tegenwoordig een rotonde. Kruispunt. Wat is het nou? Kruispunt of rotonde? Nee, het is een kruispunt. Even duidelijk. De volgende is een kruispunt. Ja. Maar deze weg aan de linkerkant die is gesloten voor motorfietsen en automobilisten. En dan staan ze ook zeer regelmatig te controleren aan het einde van de weg. Ja, dan ben je wel wat sneller misschien. Maar dan sta je weer te wachten bij een agent. Een print in ontvangst te nemen. Die dan weer thuis gestuurd krijgt. Kost je weer centjes. Dus tegenwoordig sluit ze op wat braaf aan. Ja, wachten is nooit leuk, hè. Vind ik ook niet leuk. File rijden ook niet. Dat hoort er nu helemaal bij. Ritje naar Spijkenisse gaat zo'n beetje 3 kwartier in beslag nemen totaal. Nou, we zijn al een minuutje of wat onderweg, dus laten we zeggen een minuutje 5, 6, 37. Dan hoop ik alweer op plek van bestemming te zijn. Nou, rechts dus naar Nesselanden en Oud Verlaat, wat nog steeds bij Zevenhuizen hoort. Rechtdoor gaan we richting Nieuwekerk aan de IJssel. Om zo ook weer op die A20 uit te komen, die ik eigenlijk ook op een andere manier had kunnen bereiken. Ja, voor het beeld vind ik dit leuk, hè. Ja. Maakt qua tijd en afstand, zoals gezegd, niet heel veel uit. Tenzij het druk was geweest, had ik wel die andere weg gepakt, want dan had het hier toch wel een aardige file gescheeld. Overheen gaat, dan sta je weer alles bij elkaar te vegen in je cabine. En daar gaat een beetje vracht gebeurt als het een beetje concurrente vracht is. Nou, hier gaan wij naar links. Rotonde 3/4 dus, zoals gezegd. En dan de snelweg op. A20. Om dan zo richting A16, Drie Noordbrug, A15 en dan de Spijkenisse te kachelen. Alhoewel, ik denk dat hij me anders gaat sturen. Het is namelijk een kortere weg om door de Benelux te gaan. Denk ik me nu ineens.
Ik heb mijn navigatie aangezet en ik ga naar een adres waar ik nog niet eerder ben geweest. Nou, ik spijker is ze wel te vinden, maar ja, zo'n adres waar je nog nooit bent geweest is toch makkelijk om even de navigatie aan te zetten. Ja, ik zie het al, die stuurt mij door de Benelux-tunnel en inderdaad is er een kortere route. Mits er geen file staat, want dan doe ik er langer over. Dan kan ik alsnog besluiten om de Brienenoordbrug over te gaan. Van Brienenoordbrug, moet ik zeggen. Ja, je ziet het voor een tijdstip, 10 voor 10. Redelijk rustig op de weg. Dat is wel eens anders ook hoor. Ik sta hier gewoon vast. Zo belanden we eigenlijk bij Capelle aan de IJssel. Daar rijden we eigenlijk al naast. Zo'n beetje. Met name aan de linkerkant. Het bedrijventerrein daar. Op de grens aan de Schollevaar. Met deze afrit kom je daar ook en kun je ook gelijk Alexanderpolder in Rotterdam, waar je de megastores hebt, Alexandrium 1, 2 en 3. Alexandrium 1 heette vroeger de Oosterhof en daarna kwamen de megastores erbij en ja, werd eigenlijk de naamgeving veranderd, Alexandrium. Oude mensen zoals ik die zeggen nog steeds Oosterhof, eigenwijs. Ja, oudere mensen houden niet van verandering. Nee, je bent toch gewend, dus ja. Deze wil nog even per se tussen, terwijl hij er ook van achter had gekund. Dat is er eentje voor dubieuze dingen onderweg. Dus die onthouden we even. Ook allemaal kei zenuwachtig om hier eraf te gaan. Want stel je voor dat je het mist, je hebt ongeveer een kilometer of vier om in te voegen. Maar kijk eens even, hoppa, weer eentje met dubieuze dingen onderweg. Goed bezig joh. En maar snijden. Ik ben heel blij dat ik geen Adaptive Cruise Control heb aangezet. Het zit wel op deze auto, maar ik heb het bewust uitgelaten. Voor dit soort acties zit je telkens met je smoel tegen de voorruit aangeplakt. Adaptive Cruise Control die grijpt zelf in wanneer een auto erg dichtbij komt. Dan kun je de afstand ook nog instellen. Maar wat hier gebeurt met dat snijden, zeg maar, want dat is het wel gewoon. Ja, dan sta je gewoon gelijk in één keer stil. Ja, dat moet je niet willen. Mensen die de video's vaker bekijken, die zullen zien dat ik inderdaad vaker word gesneden.
Wij gaan hier de vrachtwagenbaan op. Dat is altijd lekker. Die voor mij die rijdt rechtdoor. Officieel ben je verplicht om te pakken. Dat weten veel chauffeurs niet, maar het is wel zo. Ja, je krijgt iets meer bochten erin. Voordeel van deze baan is dat het in file tijd, dat je hier eigenlijk meestal wel lekker doorrijdt. Net als een busbaan, zeg maar dan ja, nu voor vrachtwagens. En je ook de andere twee banen die daar lopen een beetje ontlast. Daar komen nog wat baantjes bij op een gegeven moment. Vanaf de A16. Want daar zijn we net langs gekomen. De aansluiting met de A16 die was hier, is hier. Als je 16 op zou gaan, ga je dus richting de Brienne Noord, zoals gezegd. Weer richting Breda of de A15 pakken richting Rozenburg of Gorinchem. Steeds de vraag van mensen, waarom zet je dit online? Nou, simpel. Bekijk de eerste vlog maar eventjes op dit YouTube kanaal. Vlog 1. Daar leg ik het haar fijn uit wat het nog is. En ik krijg ook heel veel leuke reacties van mensen die het leuk vinden om naar te kijken. Nou, dankjewel daarvoor. Ik maak het met plezier. Het kost me eigenlijk geen ene moeite. Helemaal niets. De camera draait toch. Het enige wat ik moet doen is het even op YouTube zetten. Met een beetje tekst en nou ja, dat is eigenlijk het enige. Meer doe ik er namelijk niet aan. Er was pas iemand en die zei tegen mij van ja, ik zit heel de dag op kantoor en zo. Kom het toch nog eens ergens zonder dat ik de deur uit hoef. Nou, lekker aan een wijntje, een blokje kaas erbij en lekker te kijken. Nou ja, hartstikke leuk toch? Ik zou zeggen, proost. We zijn aangekomen bij Rotterdam. De volgende afslag kun je het centrum in, richting Schiebroek kan je ook. Hillegersberg. Polderplein. Komen we zo dadelijk. Dan ben je weer richting Den Haag. A13 op. Hier is een trajectcontrole die variabel is. Die staat nu op 100 km per uur. Nou ja, dat rijden wij toch niet. En die staat in de spits op 80 km per uur. Veel automobilisten die denken dat die altijd 80 is en die rijdt ook 80 wanneer je 100 km per uur mag. Dat is nu overigens niet het geval, want we rijden nu lekker door. Dan rijdt toch 80, dus dat maakt voor mij niet zo helemaal uit. Dan heb ik eens een baantje omgegaan, want de baan rechts die gaat zo dadelijk richting Den Haag, A13. Je merkt wel dat het een lekker hobbelige weg is hier. Er staat met platen. En zo kun je ook naar Blijdorp, naar de Biergaarde. Biergaarde in Blijdorp. Mooie dierentuin. Moet goed bijhouden. Vandaag heel de dag al. Zo wel aan.
zorg, je moet wel even ergens gebracht worden. De kans is groot dat het in de volgende video te zien is waar die vracht heen gaat. Welke plaats in elk geval, want ja, bedrijfsnamen worden niet vermeld. En ook niet in beeld gebracht. Tenminste niet waar we heen gaan. Met deze afslag ben je bij de Spaanse polder. Rotterdam bedrijventerrein Noordwest. Als je niet doorrijdt, dan kan je richting de A13. En ook daar de A13 weer op. In het verleden heel veel geweest, elke dag. Toen ik aan het courieren was voor een multinational die daar gevestigd was. Ja, hij zit er nog wel, maar ik doe daar geen handel meer vandaan. Pad aan de rechterkant is het oude pand van Van Dijk, de Mercedes dealer. Het is helemaal leeg, staat al jaren leeg. Het was een grote jongen, is ook ineens weg. Voorgereden via Van Dijk, ook via andere, maar via Van Dijk drie lijntjes. Ja, hier komen we dan
op de A4 terecht. En die A4 die sluit zo meteen weer aan op de A15. Twee kanten op, richting Europoort of richting deze afslag is Vlaardingen West. Daar heb je ook de terminal van DFDS zitten, onder andere. Dat kan je nu niet zien. Ook vaak geweest om trailertjes op te pikken en voor de tunnel, wat ook wel weer logisch is, maar ja, je moet toch even ruimte geven aan de langzaam opkomende verkeer. Dus dan doe je maar wat veilig is en dan toch die ruimte maar geven, in plaats van boven op je rem te gaan staan. Hier duiken we de Benelux-tunnel in. Splitsing met A15, wij pakken hem rechts richting Europoort. Wil ik niet hebben ook. Dus
wij kunnen gewoon lekker door de tunnel heen kachelen. Ik was even een baantje om voordat hij zichzelf bedenkt. Zo. Tunnel. En zo dadelijk gelijk de eerste afslag eraf richting Spijkenisse. Het is wel even geleden dat ik in Spijkenisse ben geweest, moet ik eerlijk bekennen, want daar komt me niet zoveel meer. Ik ben ook heel veel geweest in het verleden. Alweer een stief kwartiertje geleden. Stief kwartiertje, hoor ik je denken. Ja. Een oude uitspraak, omdat het waarschijnlijk al heel lang geleden is. Fietsersbrug, die heb ik gebouwd zien worden. Ja, die is helemaal nieuw. Nou ja, dat is weer een paar jaar oud, maar die heb ik wel gebouwd zien worden. En hier heb ik een waterkering. Ik sta nu omhoog. Hier gaat naar beneden als het... Dat het hoog wordt of gaat stormen of weet ik het. Gaan we zo dadelijk de Groene Kruisweg op. Dat is ook een hele lange weg. Vanaf Rotterdam, ja, waar komt hij eigenlijk helemaal uit? En ook voor hier.
Nou, eens even kijken hoor. Ik ga nog aardig op basis van mijn stemming aankomen, zie ik. Zometeen het industriegebiedje hier oprijden en dan zal ik de video weer gaan beëindigen, want ik moet ook even gaan zoeken en ja, wegen privacy, dingen, klantbescherming, etc. Kan ik nooit de van- en naar-adressen erbij gaan vermelden. Bedrijventerrein halfweg. Nou, ik ben bijna op plaats van bestemming. Ik bedank je voor het kijken en voor het meerijden. Ik zou zeggen, graag tot de volgende keer. Doe dan dat ook. Okay.